Neem ons eens mee naar wat er gebeurt als de scheidsrechter afluit. Ja, dat is moeilijk te beschrijven. Ik denk dat ik bijna mijn handen kapot sla op het veld. Ik weet niet wat er gebeurt. Ja, alle emoties komen er natuurlijk uit. Aan de ene kant wil je langzaam lang mogelijk doorspelen. Maar aan de andere kant, als dat fluitsignaal gaat, is het ook wel lekker dat je eindelijk het feest mag vieren. Dus dat is wel onbeschrijfelijk. Ik ben een kind van de club. Ik ben kleinzaam begonnen. Supporter altijd geweest. Nu sta je met die kampioenschaal in je handen. Je weet hoe het is, hè? Want je was er in 2017 er ook bij. Daar komen we zo nog op terug. Als je hier dan inderdaad die schaal hebt, dan zie ik je op een gegeven moment van de cornervlag naar het doel, naar de middencirkel rennen. Vertel eens wat dat betekent dan voor je. Ja, ik heb overal vrienden zien zitten hier. Dus, iedereen een handje gegeven voor alle 50.000 volgens mij. ze lieten me aardig wat meters maken. Maar wat voor mij betekent, ik heb het al zo vaak gezegd, fijn, het is alles voor me. Dat ik met mijn club al 2 keer kampioen mag worden. En dit is natuurlijk wel een ander soort kampioen dan dat ik gespeeld heb. Maar het is het mooiste wat er is. Dat is waarom, inderdaad, je zegt het al, hoe anders het is ten opzichte van de vorige keer. Toen zat je er wel bij die kampioenswedstrijd, speelde je het hele seizoen niet. Ja, nu heb je veel gespeeld, de blessureperiode dan na. Beschrijf het eens. Ja, nee, het is natuurlijk anders. Ik kom natuurlijk als jeugdspeler kwam ik in 2016 erbij. Toen wonnen we de beker en jaar erop kampioenschap. Maar ja, daar heb je natuurlijk je train mee, maar in de wedstrijden, daar doen de jongens het. Het is gewoon anders. Het is moeilijk te omschrijven waarom het anders is. Maar ik denk dat dat logisch is dat het anders is. En dit seizoen hebben we natuurlijk echt eigen bijdrage eraan geleverd. In dat opzicht is het anders dat ik nu zelf meer eigen bijdrage heb dan 2017. We trainen elke keer in aanloop, hè, na uiteindelijk deze kampioenswedstrijd. We kijken van wedstrijd naar wedstrijd. We moeten de focus houden. Ik probeer niet buiten te komen, hè, om iedereen een beetje de spanning weg te houden. Jij krijgt dat als geen ander mee. Nee, maar ik ben wel in dezelfde mindset als de trainer. Je kan niet iets vieren wat je nog niet gewonnen hebt. En nu hebben we het wel gewonnen, dus nu is tijd voor het vieren. Maar ja, daarvoor moet je gewoon, voor vandaag moest je gewoon nog 1 keer winnen. Ja, dat doe je niet met praten, dat doe je met resultaat behalen op het veld. En dat hebben we gedaan, gelukkig. Hoe kan het dat je een seizoen begint met 15 nieuwe spelers? Het seizoen begon al en toen was nog niet eens iedereen binnen en je uiteindelijk nu kampioen wordt. Hoe kan dat? Ik denk ook mede door de technische staf natuurlijk, die veel van ons vragen, maar ook echt ons als collectief bij elkaar houdt. Ook samen met de medische en de performance, je werkt met elkaar hard. En als je met elkaar hard werkt, je gaat voor elkaar door het vuur en je hebt, Roma uit en zo. Ja, dan word je als groep word je natuurlijk sterker en dan ga je meer naar elkaar toe leven. En ik denk dat naarmate het zo'n voordeel echt goed gelukt is. Maar het is wel natuurlijk wel lastig als je met 15 nieuwe jongens. Dus ik denk dat daarom ook wel de prestaties nog wel meer speciaal zijn. Die parallellen met die groep van toen, 2017, en deze groep? Eigenlijk in de team wordt gezegd. Ja, ik denk dat wij ook een stuk jonger zijn dan 2017. We hadden natuurlijk heel veel ervaring in 2017 met Derek, Elgero, Jan-Arie Bottig. Ja, je kan ze zo opnoemen allemaal. En dit jaar is wel, het is volgens mij echt een jong team. Volgens mij, was Oesie vandaag de oudste op het veld. Kijk, en die 26, 27, dat is niet super oud. En het is speciaal. Dus ik denk dat in dat opzicht is wel een verschil natuurlijk. Hoe ga je dit nu vieren? Want je weet hoe het is om deze club kampioen wordt. Ja, hoe gaan we het vieren? Geen idee. We gaan daar naar de locatie. Waar weet ik nog niet. Dat wordt nog geheim gehouden. Maar ik denk dat het hartstikke leuk wordt met familie en vrienden. En dat wordt geweldig. Sta je dan op de bar of ga je net als Trauner dan ook met een microfoon zingen? Ik ben niet zo danser en zingen, maar ik ga er wel van genieten. En dan volgend jaar de Champions League in. Dat is zeker mooi. Gefeliciteerd. Dankjewel.